Welkom bij deze eerste aflevering van de serie Irrelevante Stations. Waarbij ik stations in Nederland ga bezoeken die, ja, het zijn niet zo heel veel, zeg maar. Ik bevind mij nu in het lijntje tussen Utrecht en Baren. Je kan eigenlijk al een beetje zien waarom het volgende station, namelijk station Soest, totaal irrelevant is. Er is bijna niks. En we zijn echt letterlijk net vertrokken uit Soest-Zuid. En een paar minuten verder ligt weer station Soestdijk. En het nut van station Soest? Ik weet het niet. Het volgende station is Soest. Denk u eraan om uit te checken bij uw aankomststation of als u overstapt naar een andere vervoerder. De reden waarom dit station hier ook zo ligt, denk ik, is omdat hier de treinen elkaar moeten kruisen. Het stuk tussen Den Dolder en Baren is namelijk enkel spoor. Nou, dit is een beetje wat station Soest bedient. Er zit hier één straat met wat huisjes en kerk. Hier zijn nog een winkel en nog een paar huizen. Daar is het station, maar voor de rest hier omheen is verder niks. Dus eigenlijk alleen maar deze straat. Ik moest een behoorlijk eindje omlopen om het station heen. Station Soest ligt hier achter mij. Die heeft aan deze kant van het station geen uitgang. Komt omdat er eigenlijk ook niet zoveel is hier. Het is dat ik weet dat ik binnen 10 minuten van Utrecht ben. Maar ik ben gewoon bergop aan het lopen. En het ziet hier hartstikke uitgestorven uit. Nou, op ongeveer 5 minuten lopen van het station zit een begraafplaats. Daar ga ik op eerste linie. En een mooie molen. Plus heel veel weiland. Het is hier gewoon echt prachtig. Hier heb je dus die molen. Je achter loopt de weg door in een weiland. En dat is ook gewoon een grindweg. Je hebt gewoon het gevoel alsof je in het buitenland staat. Zeggen, dit is echt een van de mooiste plekken in Nederland. Oprecht waar ik tot nu toe ben geweest. Zo rustig, zo idyllisch en toch zo centraal. Perfect. Inmiddels weer terug bij station Soest en dit is het oude stationsgebouw. Inmiddels wonen de mensen, geloof ik. Volgens mij is hier een voordeur. En er staat het bureau van de bouwkunst, voor de bouwkunst op. Geen idee, maar hier zie je nog wel de originele rode ingang. En daarnaast dit weggetje. Het is nog niet echt een groot stationsgebied zoals je het kent van andere plekken.
Maar ja, dan is de vraag, hebben stations als dit nog wel bestaansrecht als ze ja, gewoon bijna niet gebruikt worden? Ik vind van wel, sowieso deze omgeving is prachtig en de mensen hier omheen, nou ja, anders had je hier op buslijn moeten rijden. Maar ja, het station blijft toch wel irrelevant.